Waarom doen jullie mee? Voor de gezelligheid. En voor het eerst. Het is een hele dag britsen. Is dat niet erg vervelend? Het duurt erg lang. Onze concentratie zal misschien moeilijk worden, maar het is heel gezellig en het gaat altijd heel snel om, vind ik. En het fietsen van locatie naar locatie? Ja, dat houdt je fris, hè? Dan ben je lekker bezig en dan kan je weer even nadenken. Zijn jullie sterke Britsers? Ja. Ja. Gaan echt voor de prijzen? Altijd. Altijd. Wim Weber, jij doet ook mee aan de Fiets Brits Drive. Heb je er zin in? Jazeker, want het is natuurlijk prachtig weer. En het wordt voor de eerste keer, het is een kroegenbridge eigenlijk, maar het wordt voor de eerste keer georganiseerd als fietsbridge. Omdat de afstanden een beetje ver uit elkaar liggen. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk perfect. Omdat de kroegen dicht bij elkaar waren in het dorp. Waardoor door sluiting van bepaalde kroegen kan dat niet meer. Vandaar dat ze andere locaties gezocht hebben. Maar dit is een prachtig initiatief. Namens de Fietsbridsdrive heet ik jullie allemaal van harte welkom. De Fietsbridsdrive is voortgekomen uit de Kroegenbridge die we 25 jaar lang gedaan hebben. We hebben één keer een Havenbridsdrive gedaan, wat een enorm succes was. En nu de eerste Fietsbridsdrive. En ik hoop dat jullie veel plezier hebben. En ik wil jullie nu het woord geven aan Tineke Eikink, een van de begeleiders voor vandaag. Goedemorgen allemaal. De organisatie heeft voor de deelnemers die Uit Geest niet zo goed kennen, een mooie route tussen de speellocaties uitgestippeld. Deelnemers die Uit Geest goed kennen, kunnen op eigen gelegenheid naar de volgende locatie fietsen. In het programmaboekje staat waar jullie de fietsen kunnen neerzetten. De overige deelnemers verzamelen zich aan het eind van de speelronde met hun fiets op het plein voor het gemeentehuis en volgen Hans. Dat is Hans. Jij kent hem straks aan zijn gele hesje. Herman van Zandbeek doet ook mee aan de Brits Drive. Ben je een fanatiek Britser? Nou, niet fanatiek, maar ik vind het ontzettend leuk spel. Ja, ik hou van Brits. En het plezier zo met al die mensen? Ja, wel ja, ik heb mijn vrouw bij me, dat is altijd een garantie voor plezier, dat begrijp je wel. Hey, jij moet je verplaatsen op je scootmobiel naar alle locaties. Ja. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Ik heb van tevoren gevraagd of dat kon, want je moest op de fiets komen. En ik zei, ja jongen, ik kan alleen maar op deze manier. Nee, je kan het doen. En zoals je hier zit, ik kan zo met mijn krukken naar binnen lopen. Dat is geen probleem. De eerste ronde, Herman. Heb je gewonnen of verloren? Ik denk kiele. Maar ik denk ieder min, want we gingen één keer down, was niet nodig. Maar goed, het is nog vroeg. Wat zijn uw werkzaamheden zoal? Werkzaamheden zijn in eerste plaats de voorbereiding. Dus de beatboxen, de kaarten, de indeling in orde maken. Zorgen dat er bij elke tafel vier stoelen staat. Dus als ze binnenkomen, dat ze meteen kunnen gaan britsen. Als ik nu hier kijk en ik zie de rust. Is het altijd zo rustig tijdens het britsen? Britsen is een denksport. Daar wordt verwacht dat iedereen rustig is. Het enige wat wel eens geroepen wordt is arbiter. Als ze een meningsverschil hebben, dan is het enige geluid eigenlijk wat je hoort. Al met al, Uit Geest is een Brits dorp. Uit Geest is een Brits dorp en we hopen dat het een Brits dorp blijft. Jullie zijn van de opgeleiding, dames. Jullie hebben het koffertje bij je. Het is dinsdag pas Prinsjesdag, hoor. Ja, niet te verwarren met Prinsjesdag. Wij zijn de Brits Club. En wij zijn groep B. En wat zit erin? Nee, geen financiën. Hier zitten de scorekastjes in. Hier gaan we dus alle uitslagen invoeren. En dan op het eind worden de prijzen uitgereikt. En dat is weer bij de box. Ja. Nou, jullie en gele hesjes, je begeleidde ook de groepen met fietsen. Ja, dat ze veilig van locatie naar locatie gaan. En een beetje toeristisch. Hoe gaat het tot nu toe? Heel goed. Het is heel gezellig. En, mooi weer. De wedstrijdleiders zitten in elke locatie en die organiseren alles goed als we aankomen. En wij delen de kastjes uit en dan gaan we beginnen bij elke locatie. En het werkt hartstikke goed.